Het is zo belangrijk om als je eetbuien hebt, de waarde van de eetbui te onderkennen. Ik zeg dat uit mijn eigen ervaring. Ik heb van mijn 24e tot mijn 26e jaar bulimia gehad. Hele heftige eetbuien, echt dat ik at tot ik bijna knapte. Dat kwam na een periode van anorexia. En in feite zijn het vaak twee kanten van dezelfde medaille. Maar ik denk dat zeker 10% van de bevolking worstelt met eten. Dus als je eetbuien hebt, ben je daar niet alleen in. Eten is iets wat wij tot onze beschikking hebben. Het is niet zo dat iedereen sigaretten in huis heeft. Het is niet zo dat iedereen grote hoeveelheden alcohol in huis heeft. Maar eten hebben we allemaal in huis. Dus als je onvervuld bent of als je je heel leeg voelt van binnen, kan het zo verleidelijk zijn om die vervulling tijdelijk te zoeken door te eten. En dat eten kan dan ook heel ongecontroleerd zijn, zonder te proeven, omdat het in de eerste plaats dat gat is wat je op wil vullen, zo snel mogelijk. En er is vaak heel veel schaamte rondom eetbuien. Dat ken ik ook van mezelf. Ik zou niet gauw tegen iemand zeggen dat ik eetbuien heb, behalve tegen een therapeut. Waar ik naartoe ging uit een soort paniek, omdat ik dacht: als ik zo doorga, ben ik straks ver over de 100 kilo, wat voor mijn lengte heel veel is. Maar, en de neiging is om die eetbui meteen weg te willen hebben, om meteen te denken van: oké, vanaf morgen ga ik heel weinig eten. Ga je soms nog compenseren? Denken van: ik ga minder eten om dat van vandaag te compenseren. Dus dan ga je twee dingen doen. Je gaat én minder eten dan je normaal zou doen. Dus je gaat jezelf al iets ontzeggen wat dat gevoel van onvervuldheid nog versterkt. En je denkt dat je zomaar ineens die eetbuien kunt stoppen. En wat gebeurt er als je iets probeert weg te duwen? Je kunt het proberen met een persoon die je weg probeert te duwen, die komt nog harder terug. Zo ook met de eetbuien. Waarom? Omdat de eetbui een functie heeft. Die doet iets voor jou. En je kunt iets pas loslaten als je het eerst omarmd hebt. Als je eerst kunt voelen dat. Ook al leid jij onder die eetbui, ik leed eronder, ik moest gewoon bijna 2 uur wachten tot de pijn voorbij was want ik durfde niet over te geven. En dat is maar goed ook, want overgeven verstoort je hele elektrolytensysteem en beschadigt je slokdarm en je tanden. En kan zelfs zorgen voor een hartstilstand, omdat je de zuren eruit gooit en dat verstoort het kaliumgehalte. En het kaliumgehalte is zo essentieel dat dat in balans is voor het hart. Het is belangrijk om te voelen: wat geeft de eetbui mij? Wat maakt dat de eetbui, behalve dat het zo pijnlijk is en zo beschamend voelt, wat geeft die eetbui mij? En als je dan voorstelt dat je
aan het eten bent, dat je al die zoetigheden aan het eten bent of alle vettige dingen aan het eten bent, die voldoening geven op dat moment aan jou, wat ervaar je dan? Hoe is het om de warmte te voelen van het voedsel in je buik, van de vulling te voelen die het geeft? Te ervaren dat jij jouzelf dat eten geeft, omdat je op dit moment geen andere manier hebt om die vervulling te ervaren. Dat je daar in die zin voor jezelf zorgt, dat jij op jouw plekje, vaak waar niemand je ziet, dat voor jouzelf creëert. Ik zorg dat ik warme voeding binnen heb. En soms eet je ook koude voeding. Ik heb wel bevroren dingen gegeten, omdat ik uiteindelijk niet genoeg eten had wat niet bevroren was. Maar dan nog, wat doet de eetbui voor mij? Hoe zorgt de eetbui dat ik even de emotie van eenzaamheid niet hoef te voelen? Dat ik even de woede die ik voel niet hoef te voelen? Dat ik even het verdriet dat ik ervaar niet hoef te voelen? En vaak heb je een hele harde, kritische stem die continu op je hamert van dat het stom is wat je doet en dat het slecht is wat je doet. Het kost ook nog eens heel veel geld om aan al dat eten te komen. Maar wat als je ook gaat kijken wat die eetbui wel voor jou doet? Omdat dan zie je van, dit is wat de eetbui mij geeft aan positiefs. Wat is het wat de eetbui mij geeft aan negatiefs? Hoe zou het zijn als ik de eetbui niet zou hebben? Wat voor negatief zou dat geven? Ik zou dan niet dat gat bijvoorbeeld kunnen vullen. En wat voor positief zou het me geven als ik de eetbui niet meer zou hebben? Ik heb nadat ik een heel groot aantal jaar geen eetbuien meer had, ook een training gevolgd bij Human Concern, een organisatie voor mensen met eetproblemen die helemaal gerund wordt door ervaringsdeskundigen, therapeuten. Daar is ook een diëtiste aan verbonden en een psychiater. En dat is een manier van werken waarbij je niet bezig bent met het eten als zodanig, maar naar de achtergronden daarvan. En daar is dit ook een hele belangrijke oefening. Dat je gaat zien het goede dat de eetbuien je brengt. Het lastige en vervelende en pijnlijke wat een eetbui je brengt. Het goede wat het geen eetbuien meer hebben zou brengen. En het moeilijke wat het geen eetbuien meer hebben zou brengen. Dan krijg je een heel realistisch plaatje. En dan ga je ook zien dat er keuzemogelijkheden zijn. En dat het niet voor niks is dat je de eetbui nu nog hebt. En vaak is als mensen eenmaal de eetbuien niet meer hebben, dat ze dan zeggen van, in die tijd was de eetbui mijn vriend. In feite mijn beste vriend. Het enige wat ik had om me aan vast te houden. Of om me nog even een behagelijk gevoel te geven. En dat is ook belangrijk om je te realiseren als je iemand in je omgeving hebt van wie je weet dat die eetbuien heeft. Om te zien dat die eetbui waarde heeft voor die ander. En dat als je die zomaar ineens weg zou halen, dat je dan de enige vriend die die persoon op dat moment heeft om zich behagelijk bij te voelen of om zich aan vast te houden, dat je die dan weghaalt. Zonder dat er nog op dat moment iets anders voor in de plaats is gekomen. Ik heb na het
overwinnen van mijn eetproblemen. Het is voor mij nog steeds zo dat als er iets heftigs gebeurt, dat ik meer chocola ga eten. En dat sta ik toe van mezelf. Dan denk ik, daar zitten gelukshormonen in en ik heb dat nu even nodig. Dat is compassie. En als ik dat mezelf toesta, is het ook oké. Maar ik heb geen eetbuien meer en ook geen. Ik worstel niet meer met het eten. En ik heb een aantal jaar geleden, na een heel intens onderzoek ook, ik heb me 6 maanden fulltime, inclusief het weekend, ingelezen in alles van de beste psychotherapeuten, beste psychiaters, zoals Hilde Broeg. Ingelezen in wat helpend kan zijn en wat de achtergronden zijn van eetproblemen. En het hele tweede deel van het boek gaat over wat helpend is bij eetproblemen vanuit verschillende invalshoeken. En dat boek heet Honger naar vervulling. Het kan een confronterend boek zijn, maar het is het boek waar ik naar zocht toen ik eetproblemen had en wat ik nu zelf geschreven heb en waarin ik alles wat ik ook heb geleerd en gehoord van die mensen, die psychotherapeuten die zoveel ervaring hebben, dat heb ik allemaal ook gebundeld in dat boek. Honger naar vervulling. Het is verkrijgbaar bij Bookscout en bij bol.com. En je kunt de link ook vinden in de beschrijving onder dit filmpje.